van de groepsfase in de Copa Libertadores. Beide clubs hopen natuurlijk op een voortvarende start. Blijft u bij ons, dan kunt u straks live deze wedstrijd bij ons zien. Er is geen spatje regen te bekennen vanavond. Vandaar dat er flink wordt gesproeid. Nou ja, wat er geregen is, dat komt goed uit. Want het wachten is hier op de aftrap. Voor een dijk van een wedstrijd. Welkom iedereen. Goed om te kijken. Mijn collega Jeroen Guter en ikzelf, ik ben Sierte Vos, zullen het commentaar voor u verzorgen. Het wachten is hier op de aftrap. Voor het hoofdtoernooi van de Copa Libertadores. Vandaag gaat het echt beginnen. De groepsfase gaat van start. Dit wordt een ontmoeting. Ik weet het zeker, om van te watertanden, Jeroen. Nou, zo'n eerste groepswedstrijd in de Copa Libertadores is eigenlijk altijd een spannende aangelegenheid, zie je het. 3 punten, dat zou natuurlijk een perfecte start betekenen. Maar ik denk dat deze ploegen met een gelijkspel ook nog wel genoegen zouden nemen. We zullen zien wat het vanavond gaat worden. Eerste helft. We hebben afgetrapt. Eens kijken wat er gaat gebeuren. Nou, wat kan hij hiermee? Hard over. Oh, zonde. Het was een goede afstand om hem erin te leggen. Ja, maar dat moet je dan toch met meer gevoel doen. Ik denk dat hij hier te hard werd geschoten. Ja, maar met deze bal weet je het ook niet. Bal ingeleverd. En weer de druk op de bal. Tegenstander neemt over. Bal gaat uit, inworp. En dan een voorzet vanaf de vleugel. Bal over de lijn. Corner gegeven. Komt de hoekschop in het midden. En ze werken de bal uit de gevarenzone. Nee, hard geschoten. Veel te onzuiver. Wat heeft hij daar nou in gedachten? Hij komt niet eens in de buurt van het doel. De bal gaat over de flank. Ah, dit is lekker. En laat doorspelen naar die tackle. De voordeelregel uitstekend toegepast. Schot. Redding. Bal nog binnen de lijn. Ja! Koekoek! De techniek druipt er vanaf. Een volley met de timing van een Zwitsers uurwerk. Eigenlijk een digitaal doelpunt. Een beauty. Nou, de bedoeling was natuurlijk om hem er in één keer in te schieten. Dat zie je in alles. Maar je weet dat als je de bal in de verre hoek schiet, dat hij ook kan terugkomen. En dat iemand hem dan kan oppikken en vervolgens scoort. Ja, dat gebeurt hier. Goed gedaan. Het eerste doelpunt is gemaakt. De stand is 1-0. Hij weet te voorkomen dat die paas zijn eindstation bereikt. Bal over de achterlijn, een doeltrap.
Nou, het thuisteam maakt zich klaar voor een wissel. Inderdaad, zie je het. De invaller staat al klaar en die zal zo in worden gebracht. Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval zoeken. Ja, applaus voor die doelman. Ik ga staan. We staan, gaan allemaal staan. Jeroen, staan. Ik sta. Absoluut, ja. Schitterend. Oog in oog met die speler. En toch weet hij dat doelpunt te voorkomen. Formidabel. De bal gaat rustig rond op de eigen helft. Bij die voorsprong kan het ook. Ze spelen de bal geconcentreerd over en wachten geduldig op een opening in de verdediging. Komt hij er? Voorgegeven in het midden. Bal achtergewerkt, hoekschop. Ze moeten nu wisselen, want die speler kan echt niet meer verder. Eens kijken wie hem gaat vervangen. Hoekschop komt midden in de 16 terecht. Nee, dit strandt hier. Ze zullen het opnieuw moeten proberen. En dan de volgende corner. De bal komt voor het doel. Mooi. De verdediging heeft hier grote moeite mee. Komt steeds iets verder. Oh, wat een schotkans. Hij grijpt daar formidabel in en zet een streep door die aanval. Ze mogen een ingooi nemen. Een inworp, dat is een voordeel. Maar zo heb je natuurlijk helemaal niets in een inworp. De verdediger wordt het bos ingestuurd. Ja, figuurlijk dan, hè. Want... En hij voorkomt dat doelpunt. Nou, normaal is dit gewoon een treffer. Zo één op één voor de keeper. Hoor het publiek eens. De mensen beseffen ook dat dit een mogelijkheid is om de gelijkmaker. We hebben ze langer moeten wachten. In het midden van de 16. Goed geanticipeerd op die bal. Gevaar geweken. En dat is opnieuw een corner. Bal komt voor in het 16 meter gebied. De keeper stopt de bal weg. Een hoekschop, nog één. Bal wordt voor het doel gebracht. En ze werken de bal uit de gevarenzone. Daar schiet hij. Dat leek een doelpunt te worden, maar de bal komt uiteindelijk toch in de handen van de keeper. Ja, heel goed van de lijn weggewerkt. Dit lijkt me geen slim plan van de doelman. Wil hij scoren of zo? Nog steeds op weg naar het doel. Aanval via de zijkant en dan de voorzet. Zoekt een opening bij de achterlijn. Nog steeds aan het zoeken. Hij zit en zo wordt de voorsprong groter. Dat is toch lekkerder voetballen. Ja, de tegenstander zal nu echt van ver moeten komen, hè, met die achterstand van 2 doelpunten. Nou, clubtopscorer zal hij niet snel worden. Maar altijd leuk om als keeper je doelpuntje mee te pikken. Ja, als keeper probeer je doorgaans juist goals te voorkomen. Maar ik denk niet dat hij dit erg vindt. Wat is er nou mooier dan scoren? Weer ingeleverd. Het was kantje boord. Wordt toch buitenspel gegeven. Ze blijven de bal overspelen en wachten op het moment dat ze er langs kunnen. En met de bal aan de voet de uitbraak. Zo, die zit er mooi in, zeg. Ja, zie je, deze moeten we nog maar eens een keer gaan bekijken. De verdediging had daar totaal niet op gerekend. Maar vervolgens laat de keeper zich verrassen. Hij laat zich passeren in de korte hoek. Ja, dat noemen we een keepersfout. Hij had die bal gewoon moeten hebben. Ze krijgen het balbezit weer.
komt er een doelpunt aan. Nee, zonde. Hij raakte niet zo hard, denk ik. De volgende keer met wat meer rust afwerken. Zeker van deze afstand. Zo'n loopactie zie je toch niet vaak bij een doelman. En ik weet ook niet of het verstandig is. Wat doet hij nu? Ik heb een blackout. Nee, hij heeft een blackout. Gewoon ingeleverd die bal. Dan is het weer weg. Tijd voor de thee in de kleedkamer. De stand is 3-0. We gaan zo verder. Hij heeft vandaag nog niet echt laten zien waartoe hij in staat is. In aanvallend opzicht dan. Nu is het moment gekomen dat je het als aanvaller moet laten zien. Want die achterstand die moet van het bord. Maar ik zie hem veel te weinig doelpogingen ondernemen. Dat moet echt veranderen. Eerste helft. We hebben afgetrapt. Eens kijken wat er gaat gebeuren. Nou, wat kan hij hiermee? Hard over. Oh, zonde. Het was een goede afstand om hem erin te leggen. Ja, maar dat moet je dan toch met meer gevoel doen. Ik denk dat hij hier te hard... Nee, hard geschoten. Veel te onzuiver. Wat heeft hij daar nou in gedachten? Hij komt niet eens in de buurt van het doel. Ja, een schot. Ja, koekoek. De techniek druipt er vanaf. Een volley. Keeper stopt de bal weg. Een hoekschop. Nog. Ik ben benieuwd wat die tweede helft brengt. Ja, zie het. We hebben in ieder geval weer afgetrapt. Wat gaat hij hiermee doen? Ruimte voor de counter. Balbezit kwijt. Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval zoeken. Ja, goed van die scheidsrechter. Hij laat doorspelen na die overtreding. Hij past de voordeelregel hier prima toe. En gassen langs de zijlijn. De verdediger wordt het bos ingestuurd. Ja, dit soort ballen stopt de keeper desnoods met ja, twee vingers in zijn neus. En even derde heeft hij nog 7. Oh nee, 8. Ja, maar past dat wel met die keepershandschoenen aan? Maar hoe dan ook, hij is niet onder de indruk. De bal gaat rustig rond op de eigen helft. Bij die voorsprong kan dat ook. Voor het thuisteam staat een speler klaar om erin te komen. Nou, eens kijken of dat ook wat aan het wedstrijdbeeld gaat veranderen. Ze hebben zich ingegraven op eigen helft en wachten op een opening. Die bal wordt op de flank gespeeld. Bal naar de spelers in het centrum. Goed geanticipeerd op die bal. Gevaar geweken. Zou wel eens wat kunnen worden. Schot is onderweg. Goed geblokt dat schot. Misschien was die actie zelf al vergeten, maar die scheidsrechter duidelijk niet. Inderdaad. Het spel ligt stil en die gelegenheid grijpt hij aan om hem geel te geven. En de coach ziet reden om te wisselen. Hoekschop komt voor en ze werken de bal uit de gevarenzone.
Ze profiteren van deze pass. Die doelman moet opletten. Vervolgt zijn weg naar het doel. De keeper houdt die bal tegen. Nu snel eruit komen. Veel ruimte daar achter de linies. Nee, ze slaat. Nou, daar ligt de keeper niet wakker van. Zwakke inzet. Toch, blabberde doelpoging. Maar als je naar de uitbraak kijkt, die was swingend bijna. Want counteren, dat kunnen ze hoor. Nee, hij wordt van het veld gehaald. Ik denk, zie het, dat dit met die gele kaart te maken heeft. Deze aanval ziet er veelbelovend uit. Hij pakt de bal en begint een uitbraak. De doelman werkt de bal naast de goal. Fantastische redding hoor. Voorzet terug op een teamgenoot. Goeiedag, mooi doelpunt. Ja, er zijn natuurlijk weinig spelers met zo'n traptechniek. Hè? Kijk eens hoe die bal richting de spits wordt gestuurd. En vervolgens kan hij verwoestend uithalen. Ja, het lijkt wel een raket die zo langs de keeper inslaat in het doel. Hij maakt de actie en verovert de bal. Daar krijgen ze de bal weer in bezit. Hier lijkt een goede mogelijkheid aan te komen. Voorzet naar de spelers in het centrum. En die bal is weg. Nog 15 minuten te spelen in dit duel. Mogelijkheid voor een snelle uitbraak. Nou, het thuisteam maakt zich klaar voor een wissel. Inderdaad, zie je het. De invaller staat al klaar en die zal zo in worden gebracht. Is alweer even aan de bal. Kan een doelpunt worden naar de man bij de tweede paal. Hij weet de bal makkelijk tegen te houden. Naar de thuisploeg wordt hier overklast. En hoor eens, ik geloof dat de fans er helemaal stil van zijn. Ja, ik hoor eigenlijk helemaal niet. Wat een schitterende redding, zeg. Hoekschop in het centrum geplaatst. Die bal wordt bam! En dat is een mooi doelpunt. Laten we deze treffer nog eens bestuderen. Want wat gebeurt er nou allemaal? De hoekschop is van hoog niveau, de bal komt perfect terecht. En vervolgens maakt hij het knap af. Knikt de bal met voldoende kracht langs de doelman. Die krijgt er geen vinger meer achter. De voorsprong is nog groter geworden. En gezien de stand en de tijd is deze wedstrijd wel gespeeld. Ze zijn aan deze wedstrijd begonnen met één heldere opdracht. Winnen! Precies. En dat is ook de verwachting gezien het kwaliteitsverschil tussen beide ploegen. Een hoop vrolijke fans hier op de tribunes bij deze stand. Hoor ze eens zingen. Ja, lekker sfeertje. Doelkans. Net op tijd ertussen. 5 minuten op de klok nog. En hij is nog steeds aan de bal. Bal naar de andere partij. Een steekpaas, dat is een aparte zeg, door de lucht. Steekbal door de lucht. Die bal kan er gewoon in. Een succesvolle actie van die speler. De bal is voor hem. Hij gaat er voorbij. En die bal wordt goed geblokt door een speler.
goed gereageerd, zeg. En daarmee heeft hij die paas onderschept. Doelman ertussen, spel gaat verder. Hij zet al vroeg druk. De scheidsrechter fluit af en ze pakken meteen 3 punten. Hun eerste groepswedstrijd in de CONMEBOL Libertadores. Kijk, zo wil je dus je campagne beginnen. Zo'n resultaat geeft nou eens eventjes zelfvertrouwen. En met name aan de spelers. Ja, prima gedaan, niet zo kwaad te merken. De doelman werkt de bal naast de goal. Fantastische redding hoor. Voorzet terug op het teamgenoot.